25 mei 2018 werd die ingevoerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, of in het Engels de GDPR. Wat is de status daarvan nu, een half jaar na de invoering? Hoe is die invoering gegaan? En dan met name in de media en de reclamewereld, waar de AVG er behoorlijk zou kunnen inhakken, zou je zeggen. Ik ga erover praten met een specialist van DLA Piper, Richard van Schaik. Richard, van harte welkom. Dank je. Heeft de invoering echt gezorgd voor dat het allemaal nu netjes geregeld is en zo? Of het helemaal netjes al geregeld is? Ik denk het niet. Bedrijven zijn er wel heel druk mee bezig geweest, zijn ze nog steeds. Maar om nou te zeggen dat iedereen helemaal 100% compliant is, dat denk ik niet. Want het was met name de maanden, zeg maar, voor 25 mei, werd het op een gegeven moment, zeg maar, heel druk en zo allemaal. Stressvol, ja. Wat moest er gebeuren bij de bedrijven? Wat waren de activiteiten die het meest moeten worden ontplooid daar? Nou, wat je ziet is dat die regelgeving natuurlijk al 2 jaar van tevoren bekend werd. Ja. Dus hij was al toen, 26 mei 2016 was hij al van kracht eigenlijk. Ja, ja, hij is pas 2 jaar later, 25 mei, zou hij gehandhaafd worden. Ja. En een aantal bedrijven is al redelijk op tijd begonnen, maar een groot aantal bedrijven is natuurlijk pas vrij laat begonnen, half jaar, drie kwart jaar van tevoren. En wat je toen zag is dat het bedrijven vooral aan het doen waren, is eerst in kaart brengen, oké, welke data heb ik? Alleen dat al. Ja. Welke bakjes, welke laden, zeker als je het over de reclame- en marketingwereld hebt, ja, archieven tot ver terug. Ja. Dus welke data heb ik? Waar gaat het naartoe? Wie hebben de toegang naartoe? Waarvoor heb ik het überhaupt? Wat doe ik ermee? Al dat soort vragen, dat moest gewoon in kaart gebracht worden. En er moest ook een juridische grondslag voor gevonden worden. Ja. Dus dat was in de aanloopfase tot mei. En je zag inderdaad, ja, de stress nam toe. Hè, april, mei vooral. 25 mei komt eraan. We moeten compliant zijn. Ja. Ja, die stress die nam behoorlijk toe. En toen kwam de tsunami aan onzinmailtjes, toch? Of waren dat geen onzinmailtjes? Een deel. Ik had er op een gegeven moment zelfs een mailrule voor aangemaakt. Maar ja. Van if this, then verwijder. Maar dat waren allemaal mailtjes die een soort opt-in op de opt-in. Daar is een aantal bedrijven ook wel echt de mist mee gegaan. Toch? Ze dachten van ja, weet je, soms is een opt-in helemaal niet nodig. Tenminste, Wij probeerden altijd onze cliënten te zeggen, oké, als je op iets anders een andere grondslag kunt vinden, moet je dat doen. Dan hoef je niet op het opt-in te doen. En wat je dus zag in die dagen rondom 25 mei, met name de dagen ervoor, dat je, ja, wat je zelf zegt, honderden mails kreeg. Ja. En dus ook negeerde. En als je ziet wat de conversieratio was, ja, die was minimaal. Als je 5 of 10% scoort, dan deed je het nog goed. Maar dat betekent nogal wat als je dus dan daarna ook de gevolgtrekking deed door dus 85-90% er dus uit te... Dat zou dan de ultieme consequentie moeten zijn. Heeft de mediasector wat dat betreft veel profielen verloren? Nou, als ze het helemaal die lijn zouden hebben gevolgd, dan wel. Vanuit dat ze dat gedaan hebben. Nee, maar dat is niet gebeurd. Nee, er waren ook partijen die waarvan ik weet, die hebben een bestand van, weet ik veel, een groot aantal consumers potentials, targets, prospects. Ja. En ze allemaal gingen aanschrijven en ze hadden bedacht, we gaan het in batches doen. Dus de eerste 100.000, een paar dagen van tevoren en dan. En als je dan ziet dat na de eerste 100.000 al... Die zijn gewoon gestopt met mailen. Die zijn gestopt met mailen, inderdaad. Ja. Dus dat zie je ook. Dus ja, op een gegeven moment is het ook een afweging van, wat haal ik eruit? En wat is het risico? Dat zag je gewoon een aantal bedrijven. Is de kennis nu bij de grote... Want we zoomen even in op de media en de reclamewereld, zeg maar. Want het gaat natuurlijk veel breder dan dat. Raakt natuurlijk elke bedrijfstak in principe. Maar denk jij dat binnen die sector, mag je dan nu wel veronderstellen dat men van de hoed en de rand weet als het gaat om wat behelst nou GDPR? Dat durf ik wel te stellen. Ja? Ik bedoel, zeker de grotere partijen, de grote uitgevers, de grote adverteerders, die weten echt wel hoe het in elkaar zit. Nogmaals, of ze allemaal compliant zijn, dat is een andere. Maar ze weten echt wel, kijk een willekeurige website en je ziet uitgebreide statements, je ziet uitgebreide verhalen van hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Maar luister, Ries, kunnen we dat op een andere manier gaan oplossen? Want ik word toch langzamerhand, ik zou bijna een adblocker willen hebben voor cookie-meldingen en dat soort gezeik. Ja, maar dat is helaas wel het gevolg van die regelgeving. Die gewoon zegt, je moet informeren. Ja, dan ga je informeren. En dan zegt de regelgeving ook, oké, je mag het gelaagd doen. Dus je kunt eerst met een korte tekst en de teksten achter. Maar de consequentie daarvan is wel, en dat is ook gelijk een zorg, dat mensen gewoon maar blind ja klikken. Ja. En eigenlijk niet eens weten waarvoor ze ja klikken. Hmm.
Hè, waar ze ja op akkoord geven. Ja, je moet nog eens keer 4, 5 vinkjes gaan lopen aanvinken. Ja. Van waar zeg je allemaal ja. Ja, en zeker als je het echt goed doet als organisatie en je vraagt, hè, je volgt de regels. Dat betekent dat je soort van verwerking toestemming gaat vragen. Ja, dan heb je meerdere vinkjes inderdaad. Wat is de grote consequentie van AVG als het gaat om het uitoefenen van hun vak? Dus als we kijken naar de mediawereld, naar de exploitanten, maar ook naar de reclamewereld, hè, de bureauwereld. Wat is de grote consequentie als je compliant wil opereren? Is dat een belemmering op het uitvoeren van hun werk? Maar ik denk het niet. Ik bedoel, dat is vaak de angst. En dat is vaak de angst die zegt, nou, weet je, als we echt volledig toestemming gaan vragen, dan haakt die consument haakt af. Dat is de angst. Maar ik denk als je het gewoon goed misschien zelfs op een leuke manier doet, er zit ook heel veel uitdaging in. Mm. Je hebt ook heel veel te winnen. Als jij op een leuke manier vraagt, weliswaar goede manier, maar ook een leuke manier. En dus niet dat hele formele of die hele lange juridische tekst. Als je het op een andere manier ook vraagt, dan valt er ook heel veel te winnen. Je kunt ook de sympathie mee winnen. Mm. Ook als je het hebt over cookies en het gebruik van cookies als je de consument echt in controle laat zijn met schuifpanelen, hè, waarin je zegt, oké, hier geef ik wel toestemming voor, hier geef ik geen toestemming voor. Gamification. Ja, maar dan heb je gewoon veel te winnen, denk ik, als organisatie. Ja. Dus het is ook een angst. Hè, dat zag je dus ook, hè, waar we het net over hadden, over dat als je echt die toestemming gaat vragen en je vraagt het niet volledig. Het is ook een soort angst. Van, hey, als ik die toestemming volledig ga vragen, hè, wanneer dat nodig is, straks geven ze het niet, dus dan ga ik maar een andere aanpak gaan kiezen. Je hoeft niet per se veel te verliezen, maar het hangt er ook af. Je ziet ook een aantal bedrijven, zie je kijken, wat doet mijn concurrent? Hè? Die zit heel erg in een afwachtende modus. Hè? Nou, als zij het niet doen, zij zijn groter dan dat wij zijn, ja, dan hoeven wij het ook niet te doen. Dat is niet de goede manier, maar het is wel. Je ziet het wel gebeuren in de praktijk. Ja, want je ziet nu ook wel, hè, een voorbeeld van een tijdje geleden, was het Exterion volgens mij, met die Digital Out of Home, hè, die dan blijkbaar van allerhand dingen track en trace met zo'n geweldig, denk vanuit creatief oogpunt, vet cool. Ja. Als je kan zien dat er een man van 50 langs loopt of een kind van 12, lijkt mij wel vet. Ja. Maar in zoverre zou je kunnen denken dat het juist een belemmering is op, zeg maar, creatieve campagnes en op personalisatie. Wat natuurlijk allemaal wel aan de hand is in die sector. Ja, en zeker als je dan ook nog een toezichthouder hebt die daar dingen over zegt die niet helemaal kloppen. Ja. Nee, wat zeg je nou? Die niet helemaal kloppen. Nee, precies, omtrent deze case specifiek. Juist, precies, want zo privacygevoelig was het niet. Nee, we gaan gelijk even misschien de diepte in. Maar als je even over, je mag die persoonsgegevens mag je gebruiken als er bepaalde grondslagen zijn. Nou, toestemming is daar één van. Je mag je ook op de legitimate interest mag je beroepen, rechtvaardig belang. En de toezichthouder die heeft in een opinie over dit specifieke onderwerp gezegd van ja, je mag als commerciële organisatie kun je niet op gerechtvaardigd belang beroepen. Nou, dat is echt klinkklare onzin, maar het staat er wel. Dus ja, als waarom je dat klinkklare onzin? Nou, omdat gerechtvaardigd belang ook een commercieel belang kan zijn. Precies. Het staat nergens dat niet mag. Dus het is een opvatting van de toezichthouder hier. Ja. En het punt is, als je dat dan gaat volgen, ja, dan is het wel een belemmering voor organisaties. Dus je moet er ook wel af en toe wat doorheen prikken en kijken, ja, is het er echt zo? Hey, wat zegt de Nederlandse toezichthouder van? Maar hoe kijkt men Europees daar tegenaan? Klopt het wel wat hier gezegd wordt? Dus je mag er ook best wel kritisch op zijn. Dus aan de ene kant, ja, is het per se een belemmering? Ja, er zijn wel regels en spelregels waar je aan moet houden. Maar ik denk als je daar een beetje mee kunt spelen en soms ook misschien wat meer durft, hè, dat je zegt, oké, laat het gewoon proberen. Kijk hoe dit. Maar durven met de boeteclausules die eronder hangen, dan kijk je. Nee, is ook niet. Ik zeg ook niet dat je gewoon maar blind moet doen, dat je blind maar al die mensen moet gaan volgen. Zeker niet. En deze specifieke casus. Maar ik denk als je wat dingen aanpast, dat je daar best wel wat kunt doen. Er wordt natuurlijk al jaren gesproken over, leg nou eens de regie neer bij het individu. Ja. Dat een aantal jaar geleden heette het, weet ik veel, Identity 2.0, weet ik veel hoe het allemaal heette. Maar gaat dat nog ooit een keer gebeuren, dat ik gewoon mijn profiel heb en dat we van al die meldingen af kunnen en dat ik gewoon bij al mijn online gebruik zelf bepaal, jongens, bij mij mag het luikje open en ik zoek nu een nieuwe auto, dus de komende 2 maanden mogen alle ads van auto's naar binnen rollen en dan moet je weer opzouten en dat ik de regie voer over. Het zou wel, sterker nog, twee dingen. Je ziet dat meer en meer gebeurt nu. Als je het over die panelen hebt, met name ten aanzien van cookies, hè, waarin je zegt, oké, deze wel, deze niet. Hè, dat zie je meer initiatieven, ook door het IAB bijvoorbeeld, hè, die daar initiatieven over heeft genomen. Dat je die consent zelf meer controle hebt. Dat is één aspect ervan. Dus je ziet het wel meer die kant op gaan.
Aan de andere kant, je zou er ook als organisatie over kunnen denken van oké, het kan ook een bepaald verdienmodel. Hey, het kan ook een soort voor die consument een soort verdienmodel zijn. Ja, ik geef toestemming, nou, daar krijg ik ook voor betaald. Ja, mijn data is geld waard. Precies, want dat is het. Maar wordt dat genoeg? Liggen daar nog kansen, denk je? Als ik nu de consumentenpet opzet, dan heb ik zoiets van come and get me, maar ik zie niks. Nee, het gebeurt nog niet, maar ik kan me voorstellen dat een kant is, een richting is die op zou willen. Ja. Waarom niet? Ik bedoel, als je het hebt over consument en de, een van de pijlers van de hele GDPR is die consument meer in controle te laten zijn. Ja. Nou, dit is het ultieme voorbeeld daarvan, waarin het zou kunnen. Ik zie het nog weinig gebeuren. Ja, ik ook. Ja, en ik weet ook niet of ik nou eens een doorsnee consument ben. Denk ik niet. Ik ben natuurlijk zo beroepsgedeformeerd. Ik hetzelfde dus. Ja. Zo even over de handhaving. Ja. Hoe gaat dat met onze autoriteit persoonsgegevens? Het is nog vrij rustig aan het vlak. Ja? De Nederlandse toezichthouder... In Europa zijn er tot nu toe 2 boetes uitgedeeld. Dus dat valt ook nog mee. Ja? Eentje in Oostenrijk en één in Portugal. In Nederland is er nog grote boetes. Nou, Portugal is wel een behoorlijke. Dat is wel een behoorlijke. Het ging al een paar ton. Dat is wel een behoorlijke. Oostenrijk. Ja, ligt eraan dat als hoe groot de inbreuk was, ben ik met je eens. Maar nog niet. Ligt ook aan wat voor bedrijf het was. Ik bedoel. Ja, het ging om een ziekenhuis. Hier, een ziekenhuis. Maar Nederlandse toezichthouder is nog vrij rustig. He, wat je wel hebt gezien, dat de Nederlandse toezichthouder heeft een aantal bedrijven, 30 bedrijven gevraagd. Laat maar zien welke persoonsgegevens je verwerkt. He, dus die hebben een oproep gedaan aan die partijen in verschillende industrieën en gevraagd, geef mij een overzicht, je data inventory, geef een overzicht welke persoonsgegevens je verwerkt. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben tegen een aantal partijen ook gezegd van, hey, je hebt geen DPO in je organisatie. Dus je ziet de eerste privacy officer, een privacy officer heb je nog niet. Dus de eerste speldenprikjes in die zin zijn al uitgedeeld. UWV is aangepakt, toch? UWV is wat overgezegd, maar het is nog niet. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. En ik denk de Nederlandse, traditioneel, als je ook kijkt hoe de jarenlang liep de Nederlandse toezichthouder te roepen, ik wil meer handvatten hebben of meer een stok om te slaan. Nou, een paar jaar geleden hebben ze dat gekregen. Konden ze boetes gaan opleggen. Hebben ze nog niet gedaan. Dus Nederlandse toezichthouders van oudsher ook al wat voorzichtiger daarin in boetes opleggen. Voorheen konden ze niet. Afgelopen jaar hebben ze het nog niet gedaan. Hebben ze de capaciteit? Ik kan zeggen, dat is een ander aspect natuurlijk. Het capaciteitsprobleem wat de Nederlandse toezichthouder heeft. Ja. En natuurlijk, als ze echt willen, gaan ze ook echt wel handhaven. En dan zal het een van de prioriteiten worden voor ze. Maar tot nu toe is het vrij rustig van. Hoe groot is het risico dat het dan toch qua regulering een beetje een wassen neus wordt? Even los van de eigen verantwoordelijkheid die er denk ik in de media- en reclamesector echt wel is. Maar ik krijg een beetje het gevoel van oké, we gaan nu een heel zware wetgeving, handhaving initiëren op 25 mei. Iedereen helemaal nerveus. En 26 mei gaat iedereen gewoon weer lekker door. En die handhaver, die zien we toch niet. Dus, ik denk dat je ik had net over een van de pijlers dat consumentenbescherming is. Of die het individu meer in controle laten zijn. Ander is ook harmonisatie. En wat je ziet nu in Europa is dat een aantal andere landen wel actiever is geworden. Als je bijvoorbeeld naar de Duitse toezichthouders kijkt, die zitten er echt bovenop. Ja. Dus het hangt ook van per land af. Dus ik denk, zeker als internationale organisatie, kun je niet zomaar achterover gaan leunen en zeggen, oké, die Nederlandse toezichthouder, die heeft geen capaciteit of die doet niet zo heel veel. Achter de scherm doen ze natuurlijk wel het nodige, maar is, wat ik net zei, qua boete, qua handhaving terughoudender vergeleken met of capaciteitsprobleem. Wat de oorzaak ook van zei. Maar als je de Franse toezichthouder is heel streng. Italiaanse toezichthouder is heel streng. De Duitse toezichthouder is heel streng. Dus als je internationaal opereert en je hebt campagnes die wil uitrollen, of je hebt je cookie policy die je Europa breed wilt uitrollen, dan moet je wel met al die andere landen rekening houden. Hmm. Wat zijn nog de dingen die je veel, waarvan je zegt, daar moet de media- en reclamewereld met name nog heel even op focussen, of daar zitten nog wel zwakke punten, of daar gaat het nog veel mis, of daar zit het probleempje? Ja, wat het probleem sowieso in het medialandschap is natuurlijk dat er ook nog regelgeving aan zit te komen. Dus er is ook nog heel veel onzekerheid. Er komt nog een e-privacy verordening komt eraan. Die zou aanvankelijk was de bedoeling dat die tegelijk met de invoering van de GDPR dat die ook van kracht zou worden. Dus 25 mei. Nou, daarvan is al in een vroeg stadium gezegd dat gaan we niet redden. Ja. Nou, toen was het verhaal dat het eind 2018 zou komen. Nou, nu is het al 2019, 2020 zelfs, hoor ik al verhalen vanuit Brussel. Dus. Maar daar zit de mediawereld zit daar wel op te wachten. Ja. En ook uitleg. Een cookie wall bijvoorbeeld. Mag dat wel of mag het niet?
Meningen zijn er behoorlijk over verdeeld. Je ziet partijen. Dus er zijn gewoon onduidelijkheden ook. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat alleen maar erger wordt, omdat je natuurlijk ook op technologisch en channel. We komen natuurlijk allemaal kanalen. We krijgen spraak. Ja. We krijgen dat digital out of home is natuurlijk nog maar net begonnen. Ja. Of net begonnen. Maar ik bedoel, daar gebeurt natuurlijk op innovatievlak de komende jaren zoveel. Dat je, dan krijg je het eigenlijk in alle gesprekken die ik met DLA voer over juridisch en wetgeving. Ja, dat loopt natuurlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Tuurlijk. Ik bedoel, het feit dat deze regelgeving, hè, die is dan nu, 2018 is die dan geïntroduceerd. Ja. Is die effectief geworden, maar die zit al. Ik heb dan 2010 of 2011 heb ik al presentaties gegeven van GDPR komt eraan. Dus dat heeft een hele lange aanloop nodig. En de wetgeving loopt per definitie achter. En zeker in deze wereld, waar het allemaal zo snel gaat en waar ook zoveel spelers in de markt zijn. Hè. En als ik een bannercampagne wil plaatsen, ja, er zitten zoveel partijen achter. De publisher en de adverteerder. En technologiepartijen natuurlijk. Natuurlijk, ja. Dat bedoel ik. Er zitten, hè, en waarvan de toezichthouder en de wetgever ook niet eens exact weet van hoe dat nou precies werkt. Hè, we zijn ook in het kader van het samen met het IAB, hè, dat zijn de digitale marketeers, zitten we in een samen met DLA en de Bond van Adverteerders, zitten we in een taskforce, privacy taskforce, waar we ook praten met de toezichthouder en de toezichthouder ook gewoon uitleggen van zo zit het medialandschap in elkaar. En dat is wel, ik bedoel, uitleggen, het klinkt zo van ze weten het zelf niet, ze weten het zelf ook wel. Maar het is echt een dialoog met ze aangaan. Te zeggen van het is niet zo zwart-wit als het lijkt. Er zitten zoveel partijen en spelers zitten daarachter. En om die, terugkomt op je vraag van wat is nog een uitdaging? Ja, dat is zeker een uitdaging om al die partijen die ook allemaal hun eigen belangen nog eens hebben, om die in kaart te brengen en goed een rol en identiteit te geven. Ja. Dus het wordt met name ook hier weer, denk ik, het moet duidelijk zijn, ja. Denk ik. Ja, en daar is de markt natuurlijk het meest bij gebaat. Ja, want de markt is volwassen genoeg om te zeggen van jongens, ik denk dat bijna alle bedrijven willen goed doen en willen juist dit als een kans zien om super toffe dingen te doen met hun klanten en hun. Maar ja, dat nogmaals wat ik net zei, de belangen van al die verschillende partijen zijn ook nog eens anders. Dus het is heel moeilijk om tot één standaard te komen. Ja. Hè? Een paar jaar geleden is dat al geprobeerd om te zeggen, oké, we gaan één cookie banner. Een cookie banner. Als je daar op deze wijze akkoord geeft, dan is dat de standaard. Nou, dat is in schoonheid gestrand. Er allerlei discussies, allerlei partijen die betrokken bij waren. En tegenstrijdigheden enzovoort. En tegenstrijdige belangen. En ja, de zorg is dat het deze kant ook weer, dat het ook weer die kant op gaat. Dat betekent dat ik straks langs een A-brietje loop, dat er eerst 180 meldingen zeg maar op mijn telefoon binnenkomen of zo. En pas als ik daarop ook zeg, dan gaat die A-brie aan of zo. We moeten geen kermis krijgen van dit is het obligate juridische meuk. Nee, toch? Want maar dan gaat ook de boodschap verloren. En dan kom je terug op die creativiteit waar ik net over had. Ja, die gaat dan verloren. Je moet als reclames marketeer moet je natuurlijk wel een product op een leuke, ludieke manier aan de man weten te brengen. Als dat maar mogelijk blijft. Toch? Dat zou goed komen, denk ik. Dankjewel voor je insights en voor de update. Ja. En dankjewel voor weer het kijken naar een aflevering hier op CVD-TV. Kijk voor meer afleveringen op cvdtv.nl. Voor nu, dankjewel namens DLA Piper. Hoi.